Ja, vrienden, voor jullie en voor mij is het allemaal geen nieuws. Die peilingen die we nu gezien hebben, hey, over de politiek, Tweede Kamer, heb je gezien? Ja, maar wij hebben elkaar al lang verteld dat we een beetje klaar zijn, hè, met het kabinet. En we hebben al lang gezegd tegen elkaar, nou, die gaan afgestraft worden. Ja, daar zijn wij met z'n allen al lang uit. En nu wordt dat dus bevestigd. Maar dit is dus een bevestiging van een bevestiging, want wij wisten het al. Ja. En dat doet Maurice de Hond met een peiling. Die bevestigt de bevestiging. En wij weten nu dat gewoon de VVD, die levert gewoon, hup, 13 zetels in. En volkomen terecht, want ik heb al gezegd, die lui moeten worden afgestraft. Maar D66, die gaat ook goed meedoen. 12 zeteltjes minder. Inpakken wegwezen, Kaag en de groeten. En ook CDA, ook afgestraft. Ook 8 zeteltjes minder. Ja, ja, ja. Dus dat gaat helemaal de goede kant. Kijk, dit is gewoon het signaal van de mensen in Nederland om te zeggen van, hallo, we hebben er heel erg schoon genoeg van. We zijn klaar met jullie. En dat laten ze gewoon via deze peiling nu al weten. En ze waarschuwen, hè? Ja, want er is een waarschuwing voor de eerstkomende verkiezingen. Dan zijn jullie aan de beurt als jullie je niet een beetje beter gaan gedragen. Maar, vrienden, wat krijgen we dan? Wat zien we in die peiling? Dat de BBB, hè, van burger, boeren en beweging en boer, burger, beweging, weet ik veel. Met die van de Plas, die krijgt dan 18 zetels. Nee. Nee, we gaan niet van 1 zetel, gaan we naar 18 zetels. Dat hebben we toch al eens eerder gezien, vrienden, dat soort dingen. Dat is zo'n klein partijtje, die maak je dan heel groot. En het wordt één grote puinhoop en een chaos. Nee, maar dat is toch niet serieus, beste vrienden. Ik bedoel, dat we protesteren met elkaar en dat we zijn het er niet mee eens. Maar we gaan natuurlijk niet onze stem naar de BBB brengen. We gaan toch niet een premier krijgen, we moeten er niet aan denken, hè? Die daar een beetje op een trekker gaat zitten met een chauffeur. Dat kan toch niet in een leren jackie. Nee, het moet wel serieus blijven. Het is natuurlijk geen verkiezing voor een prins carnaval. Nee, we hebben het over het kiezen van de Tweede Kamer en het kabinet. Ja, dus laat protesteren, goed. Dat we hun laten weten dat we niet meer op hun gaan stemmen, goed. Maar we gaan natuurlijk niet doorslaan naar bijvoorbeeld een BBB of wat dan ook. Omzicht, waar ben je? Nu ben je nodig. Nu moet je je laten zien. Omzicht, jij moet nu heel snel een partij oprichten en zorgen dat je mee gaat doen. En dan kunnen mensen daar naartoe. Want ze hebben nu, ja, ze kunnen naar jaar 21 en dan verder hebben ze niet zoveel alternatieven. En ja, en dan krijg je dus dit soort misverstanden als dat ze naar de BBB gaan. Nee, dus omzicht, ga je warm lopen. We zijn er klaar voor.